Personeel, Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland, maakt nader kennis met hydrocultuur. Het personeel van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland heeft de gelegenheid gehad nader kennis te maken met de hydrocultuur. Hydrocultuur of hydroponie is het kweken van planten in water waaraan de noodzakelijke voedingsstoffen zijn toegevoegd. Guus Hogewerf en Mirjam van der Bogert, studenten aan de Technische Universiteit Delft, hebben vorige week de resultaten van hun onderzoek daarover gepresenteerd aan resortleiders van het directoraat. Het onderzoek is uitgevoerd in het dorp Klaaskreek. De presentatie vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Enkele voordelen van hydrocultuur zijn dat gewassen beter worden beschermd tegen ziekten en dat boeren hun productie daardoor beter kunnen plannen en in zekere zin bepalen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.